We gaan vandaag patat maken. Eerst eventjes voordat we een miljoen comments krijgen: het is friet, het is patat. Uh, beide mogen natuurlijk, als je boven de grote rivieren woont, dan is het traditioneel patat. Woon je daaronder, is het traditioneel friet. Komt omdat het oorspronkelijke woord patat friet afgekort is ergens along the way. En omdat in, bij onze zuidenburen uh, patat ook aardappel betekent, kortst het af tot friet. En boven de rivieren heeft het geen bijbetekenis. En dan gebruiken we dus patat. Dus het mag allebei. Dus stop maar met die uh, comments onder deze video. Let's go! Wat we anders gaan doen dan de patat-slash-friet methode die je kent... is dat wij hem drie keer gaan garen. Er is niks mis met de klassieke methode van... Eén keer op een lage temperatuur in olie en de tweede keer op een hoge temperatuur in olie. Maar het kan krokanter. En er zijn heel veel uh, mensen, heel veel koks, heel veel wetenschappers die zich in het hete vet hebben ondergedompeld om de ultieme friet te maken. Een daarvan is Heston Blumenthal en die heeft de Triple Cook methode ontwikkeld. En die is verreweg superieur aan de klassieke methode. Allereerst de aardappel. Allerbelangrijkste is dat je kruimige aardappels neemt. En er zijn aardappels die meer of minder geschikt zijn voor patat, maar het verschilt een beetje per seizoen welke dat is. Wat mijn advies is, is ga naar jouw groenteboer. Ga nog liever naar een aardappelboer en vraag: ik ga patat maken. En dan zegt hij: hey nee, het is friet. Dan zeg je: nee, maakt niet uit. Ik ga patat maken. Welke aardappel is daarvoor het best geschikt op dit moment? En dan krijg je de juiste aardappels. Desnoods ga je naar de supermarkt en koop je daar frietaardappelen. Regelmatig ligt daar gewoon een zak met frietaardappelen. Dan weet je dat je op dat moment waarschijnlijk de beste aardappels hebt voor patat. Um, maar in ieder geval, kruimig. Laat je absoluut geen vastkokende aardappels aansmeren. We gaan de aardappels uh, snijden. Dat kan natuurlijk met een patatsnijder, maar uh, het kan ook eenvoudiger gewoon met een mes. Ik laat de schil eraan, want dat is gewoon lekker en het ziet er lekker ambachtelijk uit. En we willen... Laten we uitgaan van een beetje mooie Vlaamse frieten, dus een, een centimetertje of iets dergelijks in diameter. Dit soort randjes kun je erbij laten of eraf laten. Een beetje wat je wil, hoe, hoe ambachtelijk jij jouw patat wil, uh, wil hebben. Het hoeft niet direct in water gegooid te worden, want we gaan zometeen al water gebruiken om ze te garen. Fijner mag natuurlijk ook, maar dit levert mooie ambachtelijke Frietjes op. Wat de triple koekmethode onderscheidt van de gewone traditionele twee keer gaar methode is dus een derde triple stap. En die derde stap komt aan het begin, dat is het koken van je aardappelen. Gewoon in water, aangezouten water, water met 1% zout. Dus niet op gevoel wat erbij gooien, nee, gewoon 1% zout er aan toevoegen. En daar kook je je aardappels in totdat ze nou, tegen het overgaren aanzitten. Dat is belangrijk, want wat wij willen is optimale krokantheid. Dat is ons doel voor deze patat. En hij wordt mooi krokant als hij een beetje onregelmatig is. In de volgende stappen, in het frituren, zul je merken dat, dat daar extra krokantheid ontstaat. Dus koken ongeveer 10 minuten, maar zeker in die laatste minuten moet je er goed bij blijven om te zorgen dat ze nou ja, bijna overgaar raken. Uh, hoeveel heb ik uh, aan water? We hebben. 3 liter water, dus dat betekent dat we 30 gram zout toevoegen. En dat ziet er best veel uit. Als we het hebben over koken van groenten, dan hoeft het water niet daadwerkelijk te koken. Groenten gaat al vanaf ongeveer 65 graden, maar vanaf 85 graden met name gaat het. Ook echt wel redelijk vlot. En als je de temperatuur ietsje laag houdt, uh, is de controle over het eindresultaat veel groter. Je moet er wel rekening mee houden dat als het 85 of 90 graden is, het dus wel wat langer duurt. Maar je controle is wel veel groter. En wat je ziet is dat we tegen het overgaren aan gaan zitten. De, uh, we zien een lichte beschadigingen van de zijkant. En dat is wat je wil. We willen geen strakke McDonald's friet. Uh, we willen geen strakke. Supermarkt, diepvries, friet. Nee, we willen ambachtelijke friet die lekker krokant is. En dat, uh, daarvoor moeten ze eigenlijk een, al een klein beetje rafelig zijn als ze in het water uitkomen. Het heeft ook nadelen, namelijk deze patat is heel erg kwetsbaar. Dus je moet er voorzichtig mee omgaan. Gewoon in een vergiet uitgieten, dat kan eigenlijk niet. Je moet het nu teder behandelen, want anders vallen ze gewoon helemaal uit elkaar. Ga naar de tweede stap. We hebben de aardappels gekookt in uh, aangezouten water. Beetje rafelig, beetje voorzichtig mee doen nu. En we gaan ze drogen. Drogen is uh, van, van de triple cook methode de tweede, het tweede belangrijke element. Namelijk tussen de verschillende stappen gaan we de patat heel goed drogen. Droog is krokant. Frituur houdt van droog. En dat betekent, het is een klein beetje nerdy, maar dat we de patatjes ook allemaal eventjes los van elkaar gaan leggen. Hè? Anders worden ze niet mooi droog. Dus niet tegen elkaar aanleggen, een klein beetje ruimte ertussen laten. Niemand zei dat dit een snelle methode was. Het is een heel erg lekkere methode. En daar moet je een beetje voor investeren. Deze gaan de koelkast in en daar gaan we ze laten drogen. Hoppetee. Daar gaan ze minimaal een uur in. Ze moeten helemaal afgekoeld zijn en langer is eigenlijk beter. Uh, als het even kan, een hele nacht, worden ze alleen maar krokante van. Je kunt frituren in alles. Je hebt er een hittebron voor nodig en olie of vet. Maar als dit een beetje jouw nieuwe hobby zou kunnen worden, dan adviseer ik wel om een frituurpan te kopen en niet in een wok of iets dergelijks te gaan frituren. Dat heeft ermee te maken dat een frituurpan wat een aantal voordelen heeft. Bijvoorbeeld, er zit vaak een koude zone in. En een koude zone betekent dat het hitteelement iets boven de onderkant van de pan is gepositioneerd, waardoor stukjes paneer van je kroket of iets dergelijks naar beneden vallen en onder dat hitteelement terechtkomen, waar het aanzienlijk koeler is dan in de rest van je frituurpan. En op de bodem verbranden ze dus niet en verpesten daarmee niet. Je vet. Want anders komen er allerlei uh, verbranding-eindproducten uh, in je vet terecht, waar het heel snel achteruit gaat, zowel qua smaak als qua gezondheid. Gebruik je een wok of gewoon een pan, dan komt de hitte van buiten en is dus de onderkant even heet, zo niet heter dan in de rest van de pan. En al die stukjes die naar beneden vallen, al je paneermeel, al je stukjes patat, die verbranden en verpesten je olie. Bovendien heb je geen controle over de temperatuur. Je hebt er absoluut dan een thermometer bij nodig om te checken of je olie niet te heet wordt, of misschien juist uh, te koel is. Kortom, je krijgt een heel inconsistent product. Maar zelfs als je een frituurpan koopt, is een thermometer erbij wel verstandig. Want de thermostaten van frituurpannen zijn notoire onbetrouwbaar. Ik weet niet waarom, dat is een gegeven. Het lijkt wel een gewoonte te zijn onder frituurpanmakers dat nou ja, wat er ook op je, uh, op je thermostaat staat, niet helemaal overeenkomt met de daadwerkelijke temperatuur in de pan. Dus hou er altijd op. Een thermometer bij om in de gaten te houden of de temperatuur wel daadwerkelijk klopt. Wat we willen is dat de temperatuur voor de eerste keer frituren rond de 140 graden ligt. Nou, ik ken deze frituurpan al een klein beetje, dus ik heb hem voor de zekerheid al wat hoger gezet. Bij mij staat hij nu op 160. En we gaan eens eventjes kijken. Ja, feitelijk is hij dus 145 graden, terwijl hij op 160 staat. Dit is de patat zoals we die teruggekoeld hebben uren uh, gekoeld gelegen en je ziet heel mooi dat hij droog is geworden. Hè? Voel je ook. En dat het uh, mooi een beetje rafelig is, en een beetje onregelmatig. We gaan onze patat de eerste keer frituren. Dat doen we op een lage temperatuur van rond de 140 graden gedurende ongeveer 4 minuten. Daarmee gaan we de korst opbouwen. Hij is al gaar natuurlijk door het koken, maar we gaan de, de korst opbouwen zodat we twee keer een korstelbouw hebben zodat we een super krok krokant eindresultaat hebben. Wat belangrijk is daarbij, is dat je niet te veel tegelijkertijd frituurt. Hanteer een regel van 1 op 10 ongeveer. Heb jij een frituurpan met 3 liter olie, dan maximaal 300 gram product tegelijkertijd om de temperatuur niet te veel te laten dalen. Want ook dan weer krijg je een inconsistent uh, eindproduct. Dus 1 op 10 is een mooie vuistregel. Ook hier doen, moeten we toch weer voorzichtig zijn, want het is kwetsbare pataten. Oh Wat je hier ziet, dit borrelen, is niet kokende olie, wat veel mensen denken. Wat je ziet is waterdamp. Water uit de patat uh, komt in contact met het hele hete vet, waardoor het als een dolle gaat koken. En dat is wat je ziet. Je ziet waterdamp wellen. Frituren kun je in elke soort olie of elke soort uh, ...vet. Veel gebruikt zijn natuurlijk zonnebloemolie, pindaolie, uh, maar ook ossenwit is een heel bekend product om uh, in te garen. Uh, het is een kwestie van smaak aan de ene kant en een kwestie van gezondheid. Aan de andere kant een kwestie van financiën, misschien ook wel een klein beetje. Want zonnebloemolie bijvoorbeeld is relatief goedkoop, heeft niet zo vreselijk veel smaak, maar is behoorlijk kwetsbaar. Dat betekent dat het vrij snel achteruit gaat en dat je het vrij snel moet vervangen omdat het niet lekker meer is en er kunnen ook eventueel wat ongezondere stoffen in vrijkomen. Ossewit aan de andere kant is een verzadigd vet, gaat heel erg lang mee, kan heel goed tegen langdurig verhitten. Maar ossewit is natuurlijk dierlijk product en het heeft ook wel een heel duidelijke smaak die sommige mensen heel erg aantrekkelijk vinden, maar anderen misschien niet. En het is verzadigd vet en de wetenschappelijke status quo is nog altijd dat verzadigde vetten niet zo goed zijn voor je hart en bloedvaten. Eerste keer gefrituurd. Ook hier weer geldt dat we ze netjes naast elkaar willen neerleggen zodat ze goed kunnen drogen. Want ook nu, tussen frituur 1 en frituur 2, gaan we weer onze patat en friet drogen. En dat doen we natuurlijk weer in de koelkast. We zijn weer een dag verder, of in ieder geval een nacht verder. De patat heeft mooi gedroogd in de koelkast en nu gaan we door naar. Opnieuw frituren, de tweede keer en de laatste keer frituren. Dat doen we op globaal 175 à 180 graden. Het is een goede vuistregel om te frituren op ongeveer 175 graden. Traditioneel is dat uh, meestal 180 graden. Dat staat misschien ook nog op je frituurpan. Maar we weten dat boven de 175 graden, met name bij uh, aardappelproducten, er acrylamiden. Kunnen ontstaan, dat is eigenlijk de mooie bruinverkleuring van je, van je friet. En mm, er zijn wel heel veel aanwijzingen dat dat mogelijk kankerverwekkend zou kunnen zijn. Dus uh, kijk, als je één keer dat maakt per, per week of per maand, maakt het allemaal dan waarschijnlijk niet zo heel veel uit. Maar als je denkt op populatieniveau, hè, waar de overheid aan denkt, waar de avico's van deze wereld op, uh, aan denken, dan uh, is het verstandig om op die 175 graden te blijven. Maakt voor je bereiding. Nagenoeg niks uit. Het is, het is niet korter of iets dergelijks. Uh, dus 175 graden als standaard temperatuur is waarschijnlijk verstandig. Mijn thermostaat zit er zo ver naast dat ik hem op 190 graden moet zetten, wil ik 175 graden in mijn pan hebben. Wat mij betreft is een goede basisolie pindaolie of Arachideolie. Het is veel stabieler dan zonnebloemolie. Het ligt gewoon in de supermarkt. Het heeft geen smaak. Je moet geen pindaallergie hebben, dat is het enige. Al die commerciële uh, frituurvetten en frituurolieën, en vaste frituurvetten en dergelijke, die je kunt kopen in de supermarkt, doe het vooral. Maar je moet wel beseffen dat die mooie flessen waar ze in zitten, dat die wel allemaal betaald moeten worden door jou. 175 graden is een goede allround temperatuur voor heel veel uh, producten, maar er zijn bepaalde bereidingen die een hogere of een lagere temperatuur vereisen. Als je bijvoorbeeld kroephoek wil maken, wil je een hele snelle expansie hebben. Dus je hebt een kroephoek uh, wat, je, wat jij zelf hebt gemaakt, en dat is een beetje een glazig klein plakje. En als je het erin gooit, dan explodeert het tot de kroep die wij kennen. En dat exploderen, dat vereist een hoge temperatuur van minstens 200 graden of misschien wel 220 graden. En dat kan ook alleen in de frituurpan natuurlijk. Hè. Dat kan niet in de airfryer. Ik hoop dat je dat begrijpt. Dat geldt trouwens ook voor tempura, waar je ook een hele snelle bereiding wilt die ook op een relatief hoge temperatuur gaat. Dat kan ook niet in de airfryer. Wat aan de lagere kant is bijvoorbeeld als jij grilled chicken zou willen maken of fried, deep fried chicken. Uh, Kippenpoten, dat kost veel tijd om die gaar te krijgen. Als je dat doet op 175, of 180 graden, is de buitenkant te donker tegen de tijd dat de binnenkant gaar is. Dus dat uh, garen we op bijvoorbeeld rond de 160 graden. Er zijn nog wat trucjes die je uit kunt halen om je patat de richting op te sturen die jij wil. Uh, bijvoorbeeld je aardappel na het koken nog eventjes een klein beetje doorhusselen, maakt ze nog iets onregelmatiger aan de buitenkant, waardoor ze knapperig worden. Natuurlijk, wel heel erg uitkijken dat ze dan niet uit elkaar vallen. Dus dat is optie 1. Een klein beetje baksoda, geen bakpoeder, baksoda toevoegen aan je water. Echt een theelepeltje of een half theelepeltje of iets dergelijks. Dat verhoogt de pH, hè, wordt meer basis. En uh, een basische omgeving zorgt voor een snellere afbraak van hemicellulose. Dat is een onderdeel van je groente, waardoor uh, hij sneller gaat. Um, ook dat geeft wat meer uh, een onregelmatige buitenkant. Maar je moet extra gaan oppassen dat hij niet uit elkaar valt. Je kunt ook de andere kant op gaan, je kunt zuur toevoegen. Als je toch liever wat rechtere, mooiere supermarktachtige patat hebt. Ik weet niet wat jouw kinderen liever hebben, dan zou je in plaats van een beetje baksoda een beetje azijn kunnen toevoegen, ongeveer één eetlepel op 2 uh, liter. En daarmee blijven je. Frieten heel mooi recht en heel mooi supermarkt style. Wat jij wil. En een laatste tip en dit is allemaal optioneel hè, is ze koten Nagenoeg alle friet, alle patat die jij commercieel koopt, is gekookt. Met een heel dun laagje, vaak zetmeel. Daardoor blijft ze langer warm of worden ze krokanter. En uh, dat kun jij ook door een klein beetje aardappelzetmeel of maizena te gebruiken. Daar je frietjes eventjes doorheen te husselen na het koken en ze dan te frituren. Dat hele kleine laagje aardappelzetmeel geeft net iets meer krokantheid. Dus heel veel mogelijkheden om jouw patat nog krokanter te maken. Of misschien nog meer supermarktstyle. Olie is op temperatuur, frietjes gaan er wederom heel voorzichtig in om ze niet te beschadigen. Hoewel ze nu al wel wat steviger zijn geworden door de eerste keer frituren, niet te veel tegelijkertijd. Dat heeft 4 minuten gebakken op 175 graden. Mooi goudgeel geworden. Wat je zag is dat ik het heel goed aftik en daarna in keukenpapier leg en het zelfs nog even afdep. En waar heeft dat mee te maken? Dat, dat doe ik omdat we weten uit de wetenschap dat de hoeveelheid vet die uiteindelijk in je gefrituurd product zit... ...voor 70% erin komt na afloop van het frituren. Dus niet in de frituur zelf, nee... Op het moment dat het eruit komt, de eerste 20 seconden nadat het je frituurpan verlaat, is verantwoordelijk voor 70% van de hoeveelheid vet in je product. Hoe werkt dat? Dat komt omdat er vet nog vastgeplakt zit als het ware aan je product. En op het moment dat dat gaat afkoelen, wat onmiddellijk is nadat het je frituurpan verlaat, dan zuigt het als het ware het vet naar binnen. Als jij... Zorg dat er dus minder vet aan de buitenkant van je product zit in de eerste 20 seconden. Door heel goed af te tekken en vervolgens in keukenpapier te leggen, scheelt dat ontzettend veel in de hoeveelheid vet die je binnenkrijgt. En we frituren niet voor onze gezondheid, we frituren omdat het lekker is. Maar als we met heel eenvoudige middelen de hoeveelheid vet flink kunnen reduceren, why not? Kijk hoe heerlijk krokant enigszins onregelmatig deze frietjes zijn. Hier zie je heel duidelijk dat ja, onregelmatigheid zorgt voor krokantheid. Dat zijn plekjes waar de olie goed bij kan en waar de olie het een beetje uitdroogt, waardoor ze heerlijk krokant worden. Mm. Krokant van buiten, mooi zacht en wollig van binnen. Dat krijg je dus niet met vastkokende aardappelen, maar alleen met kruimige aardappelen. Mooi goudgeel, fantastische techniek om de beste patat te maken die er is. Dus je nog een video? Dat treft, want er staan er meer dan 1400 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.